Deze beelden zijn gemaakt door een locatie in de stad Lekkai, bijna 200 kilometer van het epicentrum. In de hoofdstad Kortopaal kwam Evelien de Gier met haar gezin. Ineens was er een enorm geluid en alles begon te trillen. En ik wist gelijk dit is een aardbeving. Mijn zoontje was vlakbij me, dus ik zette rennen naar buiten. En voordat we buiten waren, vielen we. Toen zijn we gewoon toch naar buiten gekropen. Ik heb toen mijn voet bezeerd. En het bleef me schudden en een enorm kabaal. Het was gistermiddag rond 5 uur toen de aarde plotseling hevig begon te schudden. Verbijsterd probeerden studenten van de Universiteit van Portugal hun vrienden uit het puin te slepen. Dit is amateurbeeld, gedraaid vanaf een balkon. Grote stofwolken bedekken vrijwel de hele hoofdstad. The Lord is coming to an end! Mijn schaart. Overal heerst wanhoop en machteloosheid.